Ik heb het idee bij jou wel, als een van de weinig spelers, dat jij misschien Oranje wel leuker vindt om hierbij te zijn dan clubvoetbal, als je zou moeten kiezen. Ja, voor mij wel. Ja. Weinig jongens bij mij in het team spreken Engels. Grotendeels praten ze Turks of Spaans. Dus er is ook weinig communicatie. Elke keer met een tolk. En dan kom je hier, kan je gewoon lekker jezelf zijn. Je kan lekker met de jongens Nederlands praten en gewoon lekker genieten. Is dat, dat klinkt alsof het niet superleuk is om waar je nu zit. Jawel, tuurlijk is het wel leuk. Ik heb gewoon genoten. Ze behandelen me goed. Ze hebben veel respect en ze gaan goed met me om. Maar het is toch anders onder de Nederlandse jongens. Zou je het nog willen doen? Overstapje maken deze zomer? Sta je ervoor open? Ik sta voor alles open. Ik wil gewoon lekker genieten. En dat houd je bijna onverder? Maakt niet uit waar ik naartoe ga. Als ik maar in een voetballend team kom te spelen en kijk als Basakşehir me laat gaan of als ze me niet laten gaan. Zie ik wel. Heeft je voorkeur dat ze je laten gaan? Tuurlijk, je wil altijd op hoger niveau spelen. Natuurlijk is het niet leuk. Als je met Basakşehir komt en je speelt voor 4000 man, 6000 man. Maar ja, dat wist ik van tevoren al. Met volle verstand heb ik voor 3 jaar getekend. Ik heb gewoon voor zekerheid gekozen en als ze me laten gaan is het mooi. Als ze me niet laten gaan is het ook mooi. Ik laat je in ieder geval gaan, want volgens mij heb je vakantie. Ja man.